Anders blijkt het dus lang duurt leeg te staan. En ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Vanuit de groep die dat heeft gekraakt, werd besloten dat dat de gewone gang van zaken deze keer niet wordt gevolgd. Dus dat er in die zin geen leegstandsconstatering door jullie wordt gedaan. Omdat, ja, in het verleden was het altijd zo, wij deden dat. Om een illegale situatie met jullie als getuigen erbij te laten constateren. Maar aangezien we over een kleine week het kraakverbod hebben, is er geen sprake meer van deze legale situatie. Zit nu nog voor op touw? Ja, dat is wel zo, maar zij hadden zoiets van, ja, laten we maar eens een oefeningsactie beschouwen. Ja, ja, oefening, maar gewoon, ik was ja. Er nou bang van. Ik zei het al tegen mijn collega. We hebben met hun afgesproken dat ze het gewoon rustig houden en de held gewoon in de gaten. En dat wordt gewoon geen overleg. Nee, dat is echt belangrijk. Ja, ja, natuurlijk. Dat als we willen hier blijven wonen, dan moeten we ook een goede contact met de buren. Ja, we're outside, front. En dan wens ik weer heel veel succes naar Arendsdouwer, want dat gaat gebeuren. Dat ja, wat gaat er gebeuren dan? Ja, dan komt die nieuwe kraak, zijn ze er mee bezig. Ja, de loop zich veranderen. Nee, oké. Er vaak nieuwe wetten veranderen. Ja, nieuwe wetten, nieuwe ideeën. Weet jij dat er echt dingen op stapel staan? Nee, natuurlijk niet. Ah. Nee. Maar ja, je weet, met nieuwe wetten hebben ze altijd een nieuw idee. Je gaat er diep over nadenken. Ja, precies. Wij maken ons niet zo druk om dat soort dingen. And I feel the break, feel the break, feel the break. And I got to live it home.